jezelf voortdurend te vervelen. En 's avonds wil je naar een schietfilm gaan. Of die waardeloos is, kan je echt niet schelen. En lekker kijken hoe ze iemand op zijn sodemieter slaan. Het publiek is schaars, maar wel heel gauw tevreden. En iedereen gaat duidelijk toe. Het lijkt vak S wel als er weer één zonder reden door een raam wordt heen gesmeten of een klap krijgt op zijn bek. Ze komen met z'n zessen binnen. Je voelt het al meteen, jongens, dit gaat fout. Niemand die iets tegen deze knapen kan beginnen. En dadelijk dan wordt de hele zaak hier nog verbouwd. Nog even en ze gaan hier iemand slopen. De held in slechte films die komt op tijd. Maar intussen is die slechte film al lang goed afgelopen. Dit is de broodjeszaak ernaast en dit speelt in de werkelijkheid. Geweld, geweld, geweld op straat, er is iets aan de hand. Geweld op straat dat uitbreekt als brand. Geweld, geweld, geweld is nog steeds geweldig. Er wordt er eentje in elkaar geslagen en blijft bloedend liggen in de verste hoek. Wie er begonnen is, dat moet je mij niet vragen. Als het begin er eenmaal is, is het eind al heel ver zoek. Daarna valt er niets meer aan te stoppen. Er moet in ons een beest zijn heel erg diep. Geschapen om de schepping lek te schoppen. En het zou veel beter zijn wanneer het altijd sliep. Geweld, geweld, geweld op straat, er is iets aan de hand. Geweld op straat, dat uitbreekt als brand. De politie heeft die al genoeg te stellen. En in de keuken werkt een illegale marokkaan. Geweld, daar moeten we mee leven. Zoals met dooien in het verkeer. Bij een kettingbotsing schrik je nog wel even. Niet van de dagelijkse oogst, dat zijn er meer.